Net zo. Ja, eigenlijk is de beste versie van jezelf ook niet heel gelukkig gekozen. Ik weet dat het hier en daar... Je zult het mij nu ook niet meer horen zeggen. Oké. Het gaat mij meer om de meest authentieke versie van jezelf. Ja, oké. Dus zo dicht mogelijk Precies. Oké. Ja. Duidelijk. Er zit een bepaalde streberigheid in. Kijk, uiteindelijk gaat het om, en dan kom je ook weer terug op die Bridgman-methode... Het trans. Ik zie de menselijke ascensie, of het nou een individu is of het collectief, als een luchtballon. En die luchtballon die gaat omhoog. Alleen er hangen zandzakken aan die luchtballon. En die zandzakken die wil je transformeren, want als die los zijn kun je opstijgen. Ja. Maar als er geen vuur is wat die ballon. Als er geen vuur is wat hitte in die ballon veroorzaakt, dan gebeurt er ook niks. Dus je hebt ook je trilling te verhogen door bijvoorbeeld meditatie, yoga, sound healing, chakra initiaties, activaties. Ik ben dol op de activatie. Heb je Janos al wel eens gesproken? Nee. Fantastisch. Ja? Ja, fantastisch. Okay. Ja. Okay. En wat hij doet met geometrie en dat is echt briljant. Okay. Maar dat zijn activaties. Dus dat is je trilling verhogen en tegelijkertijd je zandzakken transformeren op al die lagen. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Dat is eigenlijk datgene waar ik voor sta. En mooie vergelijking, ja. Daar hebben we allerlei best practices bij gezocht. Het allerlei methoden en soms dingen zelf ontwikkeld en soms dingen aan elkaar gekoppeld. Vanuit een hele... Ik heb één oefening, die heb ik een combinatie van iets wat ik ooit bij... Ik ben dus bij Tony Robbins geweest. En dan ben ik daar... ik vind Tony Robbins deels leuk, maar deels ook... dat klinkt oké. Maar daar zit een oefening uit de Advaita Vedanta, het non-dualisme uit India. En die hebben we samengevoegd. En daar ontstond zo'n mooie nieuwe werkvorm uit. Nou, dat zit er ook in. Het is wel een hele unieke mix. Ja. Maar het gaat vooral om de structuur.